Keeping it G ain't nothing. Hey. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Hey. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Hey. Watch a young nigga show his ass I'm loving. Hey. Hey. I got the whole. Hallo mensen van Dutch GameTube. Ik ben Simon en vandaag doe ik een review van Watch Dogs. Ik zal het verhaaltje even uitleggen. Nou, het verhaaltje is... Je speelt Aiden Pierce. En je bent professioneel hacker. En ja, het echte verhaal is... Je familie is pijngedaan. Als het goed is door de regering of zoiets. En daar wil je voor laten boeten. Dus... Je gebruikt het CTOS, dus het Central Operating System, om alles te kunnen hacken. Maar dan niet alleen maar elektriciteitskastjes en wifi hotspots, maar ook, metro's en stoplichten en bruggen. Maar het is ook vet dat je kan zien wie mensen zijn, hoe oud ze zijn, wanneer ze zijn geboren. Hoeveel geld ze hebben, wat hun inkomen is en nog veel meer. En je kan ook telefoongesprekken onderscheppen. En ja, een pluspunt is sowieso dat de graphics heel mooi zijn. Dus sorry GTA 5, maar Watch Dogs gaat het helemaal worden. En om dat te laten merken, komt nu een kort trailer van het verhaal. Veel plezier! If you recognize this man, notify police immediately. In this city, no one can hide from me. No one. I wasn't always this guy. They crossed a line, and for that, I will make them pay. I'll turn their city against them. You screw around and you get people hurt. Or worse. They think I'm a man out of control. But I've never had so much control. En daar ben ik weer. Was dat nou vet of niet? Nou, in ieder geval... je kan alles hacken met je mobiel. Dus je kan gewoon op het blote reet op een hoekje van de straat gaan staan. En dan hack je Obama's banknummer. Zo'n principe is het. En dat is natuurlijk heel vet. Het freerunnen heeft al iets van Assassin's Creed weg, vind ik zelf. En ja, de graphics zijn gewoon geweldig. En de NPC's in de wereld reageren op alles. Als het gaat regenen, dan... steken ze een parapluutje op, een plu, en als je door een waterplas naast ze rijdt, dan zullen ze je uitschelden voor klootzak en gemenerik en allemaal van dat soort dingetjes. En dan heb je nog de regen, het water, dat gaat er heel mooi uitzien op Next Gen, heeft Ubisoft bekendgemaakt. En... het is vooral heel vet dat als je iemand afschiet, dan komt er een slow motion effect. En dan lijkt het wel een vlammenwerper, je pistool. Maar in ieder geval, het is een open wereld game. Dus het free roamen zullen de meeste mensen heel veel gaan doen. Ik ga hem misschien ook kopen, moet even kijken. En... ik geef Watch Dogs tot nu toe
Een 9¾. Dat was het. Abonneer voor meer. Like even. Zeg welke game ik de volgende keer moet previewen of reviewen of wat dan ook. Ram even op die like button, favorite. En tot de volgende keer met weer een nieuwe preview.